Goedemiddag. Dag Fred. René, hoi. Alles goed jongen, Bastiaan. Ja. Heb je optredens gehad? Ja, super. Ja. Dan zakken we iets. Ja, dus daarom ben ik hier. Daarom, dan vraag ik het op. Ik had zaterdag een optreden. Okay. Ja, dan heb ik nog, zestientjes mee verdiend. Okay. Dus wil ik nou uitgeven. Ja, nou, ik ja, niet. Ik heb even wat opgeschreven. Ja. Deze leek me wel leuk, maar deze leek me ook wel leuk. Kijk, dit is een glazen kastje. Nou, dus zou je het er even uit willen halen? Dit is een rode doek. Het kastje is verder helemaal leeg. Nou, is het mooie. Als je nou het kastje nou hebt, zeg maar, je zegt, goh, ik heb nog een doek nodig. Het enige wat je doet is je vingers knippen, zie je, en je hebt opnieuw. Zie je, heb je een, zie je, nog een rode doek. Nou, ik kijk er even rond en nog wat anders heb in, in dat gebeuren. Maar die denk ik dat dat wel leuk is. Maar in deze winkel kun je dus goochelartikelen kopen. En die worden dus keurig netjes gedemonstreerd. En als je zegt van nou, ik koop hem. Dan wordt ook het geheim verteld. Want je koopt niet alleen het materiaal, maar je koopt ook het geheim. Dat is de kubus. Maar dan moet je wel even demonstreren. Gaan we even uitleggen? Ja, want anders dan kom ik thuis en dan snap ik het nog niet. Oké, okay, dit is het grote geheim. Dat zit hier, zie je. Ja, oké. Okay. Dan zit een klein hulpmiddeltje. En dat zorgt ervoor dat alles heel snel en soepel werkt.